Afgelopen twee weken zijn we vooral druk bezig geweest met het verwerven van materiaal, voor zover dat nog niet gebeurd was. Met het voorbereiden van onze tijdelijke accommodatie op het Franse kamp. En met het voorbereiden van het werk hier op het toekomstige Nederlandse kamp. En zoals u achter kan zien zijn er op verschillende plaatsen al markeerpunten uitgezet. Waarmee we dus de contouren van het kamp aangeven. Als de machines gearriveerd zijn, dan zullen we als eerste beginnen om een aantal stukken van het kamp bouwrijp te maken. Zodat ze geschikt zijn voor ons om op te werken, om bijvoorbeeld tenten op te zetten. En tegelijkertijd zullen we ook beginnen om de beveiliging in orde te maken. Dus dat betekent dat wij een hekwerk gaan plaatsen en een afscherming voor het kamp. Over belangstelling hebben we zeker niet te klagen. Uiteraard is de commandant van de lokale VN-eenheden hier op bezoek geweest. En die was zeer geïnteresseerd in de voortgang van de werkzaamheden. Maar daarnaast is ook de force commander, de generaal Kazura, zeg maar de commandant van alle militaire eenheden van MINUSMA. Ook die is hier op bezoek geweest. My definitely my first impression is a good one. To see you, to see that we are starting something, is already a good impression. And knowing your capacity, I'm sure you are going to, you know, to make sure everything is speeded up. The way ahead is you and I. It's what we can do. And having in mind that it is something we have to do because of our own troops and because of the peace in Mali. So the way forward is you and I to make sure the way forward is good and is as quick as possible.